The English explanation follows after the Dutch. Dit is Ed. Ed is in een tuin gevonden. Hij lag voor pampers op het grasveld. Hij liet zich heel makkelijk oppakken. Ed is zoals je kunt zien heel erg dorstig. Hij vraagt zelf om meer water. Ook is Ed zijn ene teentje afgeknipt. En het duurt ongeveer 2 jaar voordat zijn teentje weer teruggroeit. This is Ed. Ed was found in a garden, where he was lying lifeless on the grass. He did not resist when he was picked up. Ed was very thirsty, as you can see. He is asking himself for more water. In addition, Ed's nail was clipped, one of his toes, actually. And it will take approximately 2 years for that toe to grow back. So Ed will stay with us for a little while until he has recovered and is completely rehydrated. And then we will release him into the wild. Is het dus toch niet een voldoende indicatie, want dat dier heeft abnormaal veel dorst. Dus dat wil zeggen dat hij echt helemaal uitgerekend. Nou, hij heeft het goed, hij wist het, hij wist waar hij moest komen, toch? Ik ooit een luie